En John de Leeuw vanuit de staart van het veld met 7 mijlslaarzen. Het hele veld voorbij. En we komen dan in die laatste rechte lijn. En het ziet er goed uit voor Common Scott. Kazarian kop. Krijgt het dan moeilijk. Dream of Renka zet als eerste de aanval in. En helemaal aan de buitenzijde Common Scott. 3 paarden strijden om de overwinning. En het is nog altijd Kazarian. Maar daar komt Dream of Renka. En daar komt Common Scott. En die pakt ze op de meet. Het is de 8 die het wint voor de 9. Dan de 2. En dan de 1. We kunnen genuldigen, dames en heren, de winnaars van de 4e koers, paard nummer 8, Common Scott en John de Leeuw, 8 jaar deze donkerbruine ruin, Quiet Easy uit Inviolta. Gevokt door de familie Schotten in en stal Quattro, het paard is in bezit van de familie Veenstra. Bas Krebas, de winnende trainer, laten we hem even erbij halen, want hij wil nog wel eens wat onrustig zijn. Bas, gefeliciteerd, ik draai even naar de camera. Een belachelijke koers. Hoezo belachelijke koers? Weet je waar die lag? Ja, John zei net, dat even wat oponthoud onderweg, ineens lag hij laatste. Kijk maar op kop, hadden ze natuurlijk al aardig wat gedaan. Pakte voor hem heel goed uit. Maar Michi had ook super gedaan met die ander. Kijk, als je met Elliot een keer niet er helemaal voor gaat en je ligt in het middenveld, word je ook 4. En nou probeer je het. Kijk, Elliot al anderhalf jaar helaas niet gewonnen. Dat loopt ook alle keer goed, dus Michi moest een keer proberen. Geprobeerd en die heeft verloren, maar deze heeft gewonnen. Common Scott en John de Leeuw. Dankjewel, Bas. Nou, wat een koers. En die uitslag in koers 4 is officieel. De tijd is formidabel. Winnaar paard nummer 8, Common Scott. John de Leeuw, die wint hier in 1-17-7. Tweede werd de 9, Dream of Renka. Derde de 2, Kazari. De 4e de 1, Elliot River. Ook nog knap. En 5e de 4, César. En de start is gevallen, paarden onderweg. En kijk eens aan, daar gaan ze hoor. Aan de binnenzijde Elliot River, tweede spoor Kazari, derde spoor Sessa. Precies wat we konden verwachten. En het is wel degelijk Elliot River aan de binnenzijde die de leiding neemt. Goh Tim, de mensen die vandaag niet meekijken, die missen wat. Aan de buitenzijde komt hij naar voren, André Bakker met zijn Sessa. En die gaat in de aanval op Elliot River. Maar Elliot River die houdt de leiding en dat betekent dat Sessa kan inparkeren. En dan hebben we een furieuze openingsfase gekend die gewonnen is door Misha Brouwer met zijn Elliot River. En zo gaan de deelnemers dan de volgende bocht in. Is de volgende aanval in de maak. Want ook Caroline heeft meerdere ijzers in het vuur. En zij brengt haar tempobel Adelaar nu tot schuinhuis de koploper Elliot River. En waar is Kazari dan? Die vindt zeg, wat een fenomeentje. Hij ligt op de rug van het dode spoor. Super gedaan. Het ziet er goed uit, dus toch voor de favoriet. Paarden komen 2-2 in de rechte lijn voor de tribune. En het is aan de kop van het veld Elliot River. Buitenzijde Adelaar. Binnenzijde Sessa. Tweede spoor in een zetel Kazari. Geldt ook daarachter voor John de Leeuw met zijn Common Scott. Die ligt er mooi in. En aan de binnenzijde ligt Boteun Lion er dichtbij. Achter Boteun Lion volgt dan Sean Dekker met zijn cha-cha-cha. En op de laatste plaats heeft hij nog wel wat werk te verzetten, die Rick Wester. Achter zijn nummer 9, Dream of Renka. Want vooraan, ja, is het denk ik ook wel een beetje tempo uit de koers, heb ik het idee. Tim, jij bent meer paardenman dan ik. Tempo wordt redelijk naar de hand gezet, denk ik, door Misha Brouwer. Maar daar komt hij. Dat is precies waar Rick Wester op zat te wachten. En die gaat er dan ineens een lange aanval van maken. Maar ook Vin Verkijk acht de tijd rijp om zijn Kazari in stelling te brengen. En zo gaan we in 3 sporen dan af op de rechte lijn voor de tribune. Een prachtige strijd. Een klein Vincent hier op Alkmaar. En we komen in de rechte lijn en gaan dan zo dadelijk nog 1 ronde afleggen. Dat ik niet de tel kwijt ben. 1 ronde van huis met Kazari aan de buitenzijde van die nummer 1. En dat is Elliot River. 3 dikke toch een lastige koers voor Dream of Renka. Sessa ligt er nog altijd goed bij. Adelaar heeft het daar wat moeilijker en wordt buitenom nu gepasseerd door zijn stalgenoot. En dat is paard nummer 6, Cha Cha Cha. En achterin het veld, ja, dan ook de slag gemist. John de Leeuw met zijn nummer 8, Common Scott. Ook die moet nu van heel ver komen, maar gaat wel heel hard. En we gaan inmiddels op weg naar de laatste bocht. En we hebben daar vooraan nog altijd die geweldige strijd met Kazari, die nu aan de buitenzijde de leiding over heeft genomen. Maar aan de buitenkant komt daar die nummer tegen, Dream of Renka. En John de Leeuw vanuit de staart van het veld met 7 mijlslaarzen. Het hele veld voorbij. En we komen dan in die laatste rechte lijn. En het ziet er goed uit voor Common Scott. Kazari aan kop. Krijgt het dan moeilijk. Dream of Renka zet als eerste de aanval in. En helemaal aan de buitenzijde Common Scott. 3 paarden strijden om de overwinning. En het is nog altijd Kazari. Maar daar komt Dream of Renka. En daar komt Common Scott. En die pakt ze op de meet. Het is de 8 die het wint voor de 9. Dan de 2. En dan de 1.